Een hele goede avond allemaal. Wat fijn dat u en dat jij hebt ingeschakeld bij deze uitzending van Kerkdienst Gemist. De gemeenteconsultatie over de toekomst van onze protestantse gemeente hier in Huizen. Fijn dat jij kijkt, dat u kijkt, later terugkijkt, dat kan natuurlijk ook. We hebben een heel vol programma waarin het over allerlei dingen gaat, organisatorisch, financieel en zakelijk. We gaan ook luisteren naar prachtige muziek. En u kunt zelf ook meedoen in de wat voor ons de pauze is, kunt u heel actief en jij aan het werk. Maar dit hele transitieproces, dit veranderingsproces waar we met elkaar in zitten, is ook een gelovig proces. Het is ook een geestelijk proces. Het gaat erom dat we met elkaar nadenken wat het betekent om kerk van Christus te zijn vandaag, in deze tijd, maar ook voor de generaties die na ons komen, voor de toekomst. We zijn ons dat heel erg bewust, van die geestelijke kant, de gelovige kant van dit proces. En in de commissie Visie, Transitie en Organisatie beginnen we daarom elke vergadering met ons te wenden tot de Bijbel, tot het woord van God. En we lezen dan een Bijbelgedeelte en we vragen ons af met elkaar, wat voor licht werpt deze tekst op het proces dat we met elkaar als gemeente aan het gaan zijn? Afgelopen week hebben we vergaderd met de kerkrentmeesters, met de mensen van VTO. En toen hebben we onszelf die vraag ook gesteld bij een lezing uit Matteüs 14. En dat wil ik vanavond ook met u en jullie lezen. We ontmoeten Jezus nadat hij het wonder van de spijziging van 5000 mensen had gedaan. Brood en vis gedeeld. Het leek alsof er tekort was, alsof er niet genoeg zou zijn voor iedereen. Maar toen er gedeeld werd, toen er gedankt werd, toen de zegen werd uitgesproken, bleek dat er genoeg was. Ja, er bleef zelfs over. En dan lezen we verder. Meteen daarna gelastte Jezus de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant. Hij zou ook komen, nadat hij de mensen had weggestuurd. Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel en hij was daar helemaal alleen. De boot was intussen al vele stadien van de vaste wal verwijderd en werd als gevolg van de tegenwind door de golven geteisterd. Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: "Een spook!" En ze schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan: "Blijf kalm. Ik ben het. Wees niet bang." Petrus antwoordde: "Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen." Hij zei: "Kom." Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken. En hij schreeuwde het uit: "Heer, red me." Meteen strekte Jezus zijn hand uit. Hij greep hem vast en zei: "Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?" Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden: "U bent werkelijk Gods zoon." Toen ze overgestoken waren, gingen ze aan land, bij Genezaret. Ik deel graag een paar dingen die in die vergadering van het College van Kerkrentmeesters en de commissie van de VTO werden genoemd over deze tekst. Buiten de boot is er gevaar. In de boot is de wind weg.
De boot is wel belangrijk. Als je tegenwind hebt met je kop in de wind, dat is helemaal niet erg. De boot is een mooi beeld voor de kerk. Uit de boot stappen, zoals Petrus doet, is ook uit je comfortzone stappen. En dat is soms nodig om iets te bereiken. En angst verlamt. Je oog gaat van het doel af en naar de wind. En dan gaat het mis. Jezus kwam op het einde van de nacht uit zichzelf naar hen toe. Dus als je het echt niet meer ziet zitten. Ze zagen spoken. En toen Petrus naar de gevaren ging kijken, ging het mis. Dus let daar niet op. Het vertrouwen dat je aan de vaste wal komt, het vertrouwen dat je wordt gered. Op basis van dat geloof ga je het redden. Dat mogen we elkaar voorhouden. En nog een hele mooie reactie vond ik. Jezus staat op de berg boven ons en hij bidt voor ons terwijl wij ploeteren. Dat geeft houvast. Lopen over water is geestkracht en bijna onmogelijk. Het gaat over focus houden op Jezus als het spannend wordt. Ergens vol voor gaan en dan even twijfelen, dat is gewoon menselijk. Maar Jezus waarborgt ons enthousiasme. Dat enthousiasme, dat vertrouwen en die troost van dat er voor ons gebeden wordt in ons geploeter, dat willen we heel graag vanavond ook overbrengen en als een soort sneeuwbal uitrollen in dit hele proces. Enthousiasme, vertrouwen en troost. En om aan te geven dat deze avond ook in het kader staat van dat gelovige proces, steek ik de paaskaars aan, opdat het licht van Christus ons zal bijlichten bij onze beraadslagingen. Zuivere vlam, blijf met je licht. Verdrijf het donker van ons hart. Amen. Ik geef het woord aan Edwin van der Hof, de voorzitter van de Algemene Kerkraad. Hij neemt ons mee verder door het programma van vanavond. Goedenavond allemaal. En nogmaals welkom live vanuit de Oosterlichtkerk. Fijn dat u voor ons hebt gekozen, want we hebben zware concurrentie van het Eurovisie Songfestival. Maar hier gaan ook dingen gebeuren die daar een beetje op lijken. Want wat u niet kunt zien is dat we ook hier een green room hebben met allemaal mensen die u straks hier gaat zien en die samen met mij deze avond voor u gaan maken. Het belooft wat. En als u kunt zien, er komt ook een muzikaal optreden in de pauze. Dus blijf kijken, er staat nog een hoop te gebeuren. Voordat we gaan beginnen, kunnen we deze avond niet doen zonder de zeer enthousiaste inzet van beeld en geluid. Dus dank alvast Fred van Zijl-Langhout, Feide van der Pluim en Hans Koster. En natuurlijk gastheren Arnold de Vister en Rijn Brink, die ons vanavond hier welkom hebben geheten. Dus fijn dat dat zo kan. Wat gaan we vanavond doen? Dat zien wij als het goed is nu in beeld. Zo direct ga ik u meenemen in een terug- en vooruitblik na de gemeentebijeenkomsten van december. Wat is er allemaal gebeurd? We hebben een blokje financiën, maar ook een blokje naar de toekomst. Alvorens we in de pauze u gaan vragen, uw opmerkingen, uw suggesties met ons te delen. Terwijl een vierkoppige band ons voorziet van enige muzikale nummers. Na de pauze gaan we dan de ingediende vragen en reacties samen met u en een panel bespreken. Waarna we de avond besluiten met hoe gaan we verder. En de avond zal gesloten worden door onze predikant Richie Appa. Maar goed, de terugblik. Waar komen we vandaan? Zoals u waarschijnlijk weet hebben we 2 gemeentebijeenkomsten gehad in december. En daarna is de commissie VTO verder gegaan door ons
motto, onze visie, samen veelkleurig in beweging gericht op God, concreter te maken. En daar heeft u, als het goed is, over kunnen lezen in de bijlagen bij de week- en nieuwsbrieven. Ook het college van kerkrentmeesters is samen met adviseur Jan Boer hard aan de slag gegaan om analyses te maken rond vastgoed, inclusief toekomstig onderhoud van ons huidige vastgoed. En ze hebben ook marktverkenningen gedaan van de waarde van onze kerkgebouwen. Er was in december een enorme behoefte om samen met u gespreksgroepen aan te gaan. Maar we weten allemaal dat na die gemeentebijeenkomsten enkele dagen later de lockdown werd afgeroepen. En we hebben dus niet in massaliteit elkaar kunnen spreken en ontmoeten. En dat betreuren wij en dat vinden we ontzettend jammer dat we dat niet hebben kunnen doen. Desalniettemin heb ik het initiatief genomen om iedere donderdagavond de mogelijkheid te scheppen om met u in gesprek te gaan via Zoom. En daar hebben ook een aantal gemeenteleden dankbaar gebruik van gemaakt. Er zou ook een bijeenkomst dit voorjaar plaatsvinden in en rond de wijkgemeente Kruiskerk. Die heeft ook niet plaatsgevonden, ook vanwege de coronamaatregelen. Inmiddels kunnen we ook wel stellen dat de wijkkerkenraad Kruiskerk constructief participeert in dit proces. Dus we zijn ook gewoon verder gegaan en ook de wijkkerkenraad denkt en doet hier volop in mee. Dus dat is mooi om dat te ervaren. De werkgroep communicatie is van start gegaan en we hebben nu ook een echte website toekomst als onderdeel van de website www.protestantshuizen.nl. En daar is van alles te vinden aan documentatie, beleidsstukken, filmpjes, video's, foto's en noem maar op. Dus dat is mooi om up-to-date te blijven vanuit huis. Vanuit de gemeentebijeenkomsten en de ambtsdragersavonden in november en december zijn er diverse vragen, suggesties en verbeteringen ingediend. En die hebben we als VTO en Algemene Kerkraad serieus opgepakt. En ik wil een aantal met u benoemen waar we naar aanleiding van die gemeentebijeenkomsten mee verder zijn gegaan. Zo hebben we bijvoorbeeld helder gemaakt rollen en verantwoordelijkheden. Wie is nu waarvan? Wie besluit nu en wie wordt geconsulteerd, wanneer en waarom? Zowel wij kerkenraden als Algemene Kerkenraad als commissies. En dat hebben we met elkaar besproken, dus het is nu ook duidelijk wie is nu waarvan. En we hebben een planning in de tijd, zodat we ook weten waar we steeds naartoe werken. Er is onderzoek gedaan naar het dalend ledenaantal. En we hebben ervaringen benut die elders zijn opgedaan. De Protestantse gemeente Enschede is ons een aantal jaren geleden voorgegaan in een gelijksvormig proces. En via een webinar hebben we met hun gesproken over hun ervaringen en hun lessons learned. En om er twee hele belangrijke uit te halen is van dat zij ons adviseerden: neem een besluit, hou daaraan vast en ga daaraan werken. Ga het ook doen. Want in Enschede is gebleken, op het moment dat gemeenteleden van verschillende wijkgemeenten dingen met elkaar gingen doen, toen pas ontstond er ook daadwerkelijk een samen veelkleurige gemeente. Dus die adviezen hebben wij ons zeer ter harte genomen en daar gaat u vanavond dingen van terugzien. Er zijn gesprekken gevoerd op uw aanraden met de Rooms-Katholieke parochie en de hervormde gemeente in Huizen. Het waren goede gesprekken. Er is echter geen topprioriteit uit naar voren gekomen om samen op te trekken op het gebied van vastgoed. Maar we blijven wel de gesprekken met beide geloofsgemeenschappen voeren. We zijn aangesloten bij de kerkenvisie van de burgerlijke gemeente Huizen. En daar wordt ook naar verwezen in de notitie van het college van kerkrentmeesters. Er is duidelijk meer aandacht wordt er gevraagd voor de veelkleurigheid in de erediensten. Zowel bij u als gemeenteleden als ook in de wijkkerkenraden. En het WTO is daar mee verder gegaan. En dat ziet u terug in de notitie veelkleurigheid. Dat gewoon aandacht verdient, omdat we dat met z'n allen heel belangrijk vinden. En niet te vergeten, ikzelf heb heel veel één-op-één gesprekken gevoerd met gemeenteleden die gereageerd hebben op deze plannen, op dit proces. Ik niet alleen, maar ook ambtsdragers en predikanten zijn in gesprek gegaan met mensen die zich zorgen maken, die ideeën hebben. Dus achter de schermen is er echt toch nog best wel veel gesproken, ook al was het
corona op veilig afstand. En eind april tenslotte was er een avond en een morgen waarin we als gezamenlijke ambtsdragers van de protestantse gemeentehuizen bijeen zijn gekomen. En dat heeft uitgemond in 5 groepen van ambtsdragers die met concrete vormen van samenwerking nu aan de slag gaan. Zij nemen het voortouw. Zij gaan ons voor in samen veelkleurig in beweging. En de komende maanden zult u daar ongetwijfeld meer van gaan horen wat die samenwerking dan inhoudt. Dat was even in het kort een terugblik en ook een vooruitblik van wat gaan we vanavond doen. En dan is nu het tijd aangebroken dat ik Kees de Kok wil uitnodigen als voorzitter van het College van Kerkrentmeesters om samen met mij de financiën te bespreken. Kees, mag ik je uitnodigen?